In deze korte instructievideo wil ik u graag laten zien hoe makkelijk het is om via wifi uw navigatiekaart te kunnen updaten. Kijkt u met me mee? Om de kaartinformatie te updaten gaan we naar het navigatiesysteem. We kiezen voor instellingen dan gaan we eerst een verbinding maken met het wifi-netwerk. Nou, we kunnen hier uit een aantal netwerken kiezen. Ik ga kiezen voor deze. Daar zit een wachtwoord aan. Die mag u niet zien. Zoals u kunt zien hebben we nu verbinding gemaakt met het wifi-netwerk. Vervolgens gaan we één stapje terug in het menu. We gaan één beeldje naar rechts en daar ziet u systeemupdate. Daar klikken we op en vanaf hier kunnen we de kaart update uitvoeren. Er zijn twee verschillende mogelijkheden om uw kaart te updaten: via een USB-verbinding of via de wifi. En aangezien we net de wifi-verbinding hebben gemaakt, kiezen we voor. Updaten via wifi, We kunnen hier kiezen voor het land. Nou, Nederland staat hier al ingevuld. We kunnen ook nog andere landen updaten. En we drukken op Start om de update te starten. U ziet nu dat de laatste versie al is geïnstalleerd op deze Nissan Leaf. We drukken op OK. We gaan één stapje terug in het menu. En hier ziet u nog een instelling voor de kaartupdate. Dat kunnen we kiezen. En hiermee kiest u om de kaarten automatisch te updaten. Dus u bent altijd voorzien van de laatste versie op uw Nissan LEAF. In deze korte instructievideo hebben we u laten zien hoe u verbinding kunt maken met het wifi netwerk. U kunt dan ook uw navigatiekaarten updaten. En wilt u nog meer informatie over de Nissan LEAF bekijken, dan kan dat uiteraard op ons YouTube kanaal. Wilt u de auto in het echt bekijken of u komt er niet helemaal uit, dan bent u van harte welkom in een van onze showrooms. En wilt u precies weten welke Nissan LEAF wij op voorraad hebben staan? Check dan onze website www.abenenvandeschelde.nl.